Wil je mee dan? Ja, is goed. Deze kant. Ja, dames en heren, vraag misschien af, wat gebeurt er allemaal op het middenterrein? Nou, er worden bloemen uitgedeeld aan Joris Harmsen natuurlijk, voor zijn waanzinnige prestaties. Eerste finale op een wereldkampioenschap. Ja, Papendal, hadden we het je allemaal zo gegund, die overwinning die zo dichtbij was. Maar ik denk dat dit fantastisch is, dat je het hiermee eigenlijk helemaal goed maakt. Het seizoen met een mooie vierde plaats in de finale, Elite Man. Joris, nogmaals, van harte gefeliciteerd. Waanzinnige prestatie, dames en heren, applaus voor Joris Harmsen! Ja, en dan voor een aantal mensen wellicht een verrassing. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat we de jonkies misschien niet zo heel erg voor het slotje hebben. Maar Nederland kende dit jaar een wereldkampioen in de categorie junioren. Dames en heren, een applaus voor Indy Schippers! En vandaar ook de bloemen voor Indy. Ja, Indy, toen ik het zag, hè, die samenvatting op televisie, toen dacht ik, ja, dit is even wennen, dit is nieuw voor Indy. En hoe voel je je er nu bij? Is het toch wat makkelijker om te praten? Dit mag gewoon in het Nederlands trouwens ook, hoor. Ja, nee, die gaat allemaal beter. Hey, hoe is het bij de thuiskomst geweest? Papa en mama die kwamen pas een dag later. Een dag later? Die waren niet zo blij? Nee, jawel. Opa en oma die wachten mij op. Goed zo. Hoe waren de reacties verder van de mensen toen je in Nederland was? Ja, leuk allemaal. Waanzinnig, hè? Nou, van harte gefeliciteerd. Ik had begrepen trouwens dat de voorzitter van de deurtrappers ook nog eventjes wat wilde zeggen, toch, tegen jullie? Laten we dat dan meteen doen. Geef ik je de microfoon weg. Nou, verder niks als alleen van harte gefeliciteerd en dank voor mooie beelden. Oké, nou, dat is inderdaad weer dat we moeten dat gaan doen, hè. Topsport hebben ze bedreven deze dames. Nou, jullie hebben inderdaad fantastische beelden van Zorgfront, jongens. En ik denk dat een heleboel mensen kippenvel hebben gezeten. En een aantal ook wel met tranen in de ogen, denk ik. Jullie hebben fantastische BMX-sport laten zien. En jullie willen laten zien waar we in Nederland goed in zijn. En dat is in BMX. Dames en heren, nog één keer applaus voor Joris!